Is het de hele dag een beetje bewolkt weer geweest? Na uren lopen wil je eigenlijk naar huis toe. En dan gaat opeens de zon schijnen en wordt het opeens het mooiste weer van de wereld. Dus nu wil ik bijna zeggen, zullen we er nog een paar uren bij pakken? Het antwoord is waarschijnlijk ja, dat gaan we doen. Wow. Het is langer licht, je kan langer buiten blijven, dus we nemen het ervan. Wow. Dit is echt gaaf. Zo in één keer, opeens heel mooi weer. Ik zag het al aan de luchtdruk. Van 1030.0 HPA. Ik denk, ik zet het raam open, de deur open. Hoppa, 1030.5. Ik denk, dat gaat de goede kant op. Maar we hadden niet gedacht dat nou nog de zon doorkwam. Maar goed, er komen blijkbaar betere dagen aan. Laten we hopen. Alleen hier, die schuine strepen zo, daar bestaat het hele pad uit. Dus ik weet niet wat ze gedaan hebben hier. Met wat voor machine ze dit gedaan hebben. Oh, je ziet het echt, het is naar ene kant is het. De zwijnen hebben weer huis gehouden. Wow, gaaf jongens. Moet je dit zien? En heel in de verte horen we het geluid van de roofvogel. Dus die zitten hier ook blijkbaar. Dat hele gedeelte dat ligt helemaal in een dal gelegen, daarachter. Dit hele lange stuk, zeg maar. Tot helemaal achteraan is dat zo. Oh, al die strepen. Even kijken, wat is dit? Hé, hey, dat is van... Ik wil bijna zeggen, hebben ze dit gisteren gedaan of zo? Wauw. Tractorbanden. Dus het is waarschijnlijk wel met een machine gebeurd. En je ziet het. De waterpoel opgedroogd. En je ziet hier heel duidelijk sporen erin staan. Zie je dat? Ah, oh, er ligt een omgevallen boom voor. Heel wat video's kunnen maken, daar ben ik wel blij mee. Alleen we kunnen ze niet wegschrijven. Dus als de kaart vol is, moeten we eigenlijk een nieuwe kaart gaan kopen. Of we dat gaan doen, geen idee. We kunnen beter een nieuwe harde schijf gaan halen. Wow, dat lijkt me een stuk beter. Even kijken, zo, hier overheen. Oh, het resultaat, het struikeltakje. Tot hier zijn ze ook met de machine geweest, verder volgens mij niet. Nee, ze zijn tot hier wezen krabben, verder niet. Kijk, dit is heel duidelijk.
door een beest gedaan volgens mij. We gaan even kijken hoe het eruit ziet. Er willen nog twee plantjes groeien. Volgens mij zijn het mosbessen. Wat doen die beesten toch? Dan gaan ze een soort van hol maken vlak bij een pad. Hé, wacht. Die andere was ook al 2,5 meter van het pad vandaan. Deze ook. Heel vaag. Ik zal het eens in de gaten houden. Wat beesten nu met paden hebben. Wat normaal mijden ze paden. Maar er is één dier wat steeds in de buurt van een pad ligt. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar het is rustig in het bos. Je hoort in principe helemaal niks. Echt overal waar je kijkt nu, overal bosbessen. Het hele bos is helemaal vol met die dingen. Ah, waterplas en een zware bosrand. Dus dat wil alleen maar dieren aantrekken. Nu ze dit allemaal met die dingen schoongemaakt hebben, kun je wel mooi waarschijnlijk weer de dierensporen zien. In ieder geval de nieuwe daarvan. Nou, hier zal niet veel staan, want dat is natuurlijk door de machine allemaal weggejaagd. Misschien over een paar dagen weer eens kijken. Het loopt wel een stuk beter nu ze hier dit gedaan hebben, zeg maar. Je zakt in principe niet zo ver weg. Oh, hier is de machine weggezakt en je ziet sporen van beesten die erin staan. Helemaal verblind door de zon. Ik zie bijna niks meer. Ah, dit is beter. Wauw, moet je dit zien? Die hele zwarte rand die hier loopt. In het bos. Even kijken of zo de drinkpoelen er nog zijn voor de beesten. Die zaten volgens mij gelegen aan dit pad, volgens mij. Het is alleen een beetje af en toe lastig filmen met de laagstaande zon, merk ik nu.
Oh, lekker als je in Bali terechtgekomen bent. Dat heb je in Bali volgens mij in elke straat zo, deze dingen. Bali! Wow, wat is dit? Kijk, space ziet het eruit. En wat er nog space eruit ziet, is de beruchte 3, 2, 1. Daar is het. We hebben van die dingen ontdekt in het bos. Daar dus. Waar waarschijnlijk jonge boompjes ingeprikt zijn. Dat zijn volgens mij van die dingen. We gaan het even van dichtbij bekijken. Oh, niet alleen hier. Achteraan hebben ze het ook nog gemaakt. Ja. Kijk goed. Hebben ze een bamboestok geplaatst hier tussen. En hier binnen, daar zit natuurlijk het jonge takje. Dat het niet aangevreten wordt door de beesten. Ja, we zien hem al eruit komen. Hier is die. En als we hier inkijken, zien we daar binnen ook groen. Dus dit gaat een gedeelte worden met nieuwe jonge aanplant. Ronde dingen, waar dus nieuwe bomen moeten komen blijkbaar. We gaan het even in de gaten houden. Die bosrand, die zware bosrand is ook al gaaf. Hoe dit later wordt. En vooral hoe lang het duurt voordat ze die dingen eraf halen. Oh. Goed, poppetjes is een kastje dicht. Wij lopen weer even verder. Dit staat volgens mij overal, want toen we dat andere gedeelte aan het doorstruinen waren, zagen we ook dicht van die dingen. Even kijken, lopen we rechtdoor langs die rand of nee? Dit hebben we toen al helemaal gelopen. Ik weet niet of we het gefilmd hebben, volgens mij niet. Wat gaan we nou doen? Hier heb je ook nog een pad. Het bos in. Alleen die lijkt me niet echt zo spectaculair om te lopen. Want daar heb je dit saaie uitzicht, wil ik bijna zeggen. Alleen maar bosbessen die je hier ziet. Hier weer, zie je dat? Er wordt voldoende gewerkt in het bos door de beesten. Maar je ziet ze nooit. Wanneer ze dit doen, geen idee. Goed, wij gaan even deze bosrand pakken. Dat is ook wel mooi. Oh, hoe de zon hierin knalt. Nou, na die regen. Eerst is dit gekomen en nu zie je deze uitstulpsels, zeg maar, er ook weer aan zitten. Wauw, dit is echt heel donker, ziet het eruit. Ik zit alleen even te kijken waar die waas op dit moment vandaan komt. Of het is de verkeerde zonneinstraling. Ik heb net mijn lenskap schoongemaakt. Met een speciaal houtkoolborsteltje of zoiets. Ik weet niet precies hoe zo'n ding heet. Maar het lijkt wel of er een hele waas overheen zit. Of ik moet de belichting iets aanpassen. Even kijken wat hij hiermee doet. Wow. Zo. Misschien dat dat iets beter is. Kijk. Daar komen ze in het bos uit meestal. Uit die donkere gedeeltes. Ja, dat moeten ze zeker wel beschermen. Want anders wordt het volgens mij in één nacht weggeknaagd. Dan prikken ze het erin en dan is het weg. Maar dat die beesten hier niks mee doen. Ja, dat zal er wel heel erg onnatuurlijk uitzien voor die beesten. En die kleur. Ja, geen idee of dat nog een werking heeft voor beesten. Dat ze er niet aan kunnen komen. Of niet aan willen komen, wil ik bijna zeggen. Dan snap ik niet dat dit niet allemaal weggevreten wordt door de beesten, want dit is heel jong spul. Geen idee dat ze dit laten staan. Of ze weten van nature uit dat het misschien giftig is, dat ze dit mijden of zo. Geen idee. Kijk hier. Je kan het tellen hoeveel het er zijn. Daar ook, staan ze ook weer. Hé, dit is wel vet eigenlijk, want kijk eens naar deze hele vette rond en vooral daarachter het streepje. Dit is volgens mij... Ja, wacht even, dit is volgens mij... Oeh, wat hebben ze hier nog gedaan? Hier zijn ook heel veel bomen weggehaald, zie ik nu. Ja, dit was vroeger iets dichter en toen heb ik
waarschijnlijk, dat was met die andere camera, dat was volgens mij op dat stuk daar, hier zo, was er ook wild aan het lopen. Dat was volgens mij in dit stuk. Zeg ik dat goed? Ja, waarschijnlijk wel. Toen waren die dingen er nog niet ingepast. Zo heel lang geleden is dat. Dat was volgens mij alleen met die HD-camera nog, toen ik hier een keer liep. Dan heb je hier een gedeelte waar je even stil moet zijn. Hier kan ook nog wat lopen. Kijk, dit gedeelte. Wow, dit ziet er echt vet uit. Ik heb het idee, als je hier een poos gewoon gaat staan, dat je hier echt wel wild kan spotten op deze plek. En je ziet het. Daar heb je een heel mooi ding om je statief overheen te zetten. Of tegenaan, of weet ik veel wat. Oké, we gaan het even in de gaten. Hey, loopt hier nou gewoon een pad doorheen? Ja, hier loopt een pad doorheen. Wacht even. Wij gaan dit even volgen. Dit ziet er wel spectaculair uit. Want toen wij daar dat beest zagen, dat kan best wel zijn dat hier meer wild zit. We gaan even kijken. Ja, we zitten dan tegen een camera te praten, dus die horen ons al lang aankomen. Oh, het is dat het opeens super mooi weer werd. Anders was ik gewoon terug naar huis gegaan en eigenlijk gewoon iets in de keet gaan doen. Maar ik denk, het wordt nou zo zonnig en mooi weer opeens. Ik denk, ik ga toch nog even een late avondvlog maken. Even kijken, dit gaan we zo dadelijk even verkennen. Dit zit ook helemaal vol, kijk dan. Zal eens even kijken. Wauw, hoe dit eruit ziet. Het ziet er nu nog onnatuurlijk uit, maar als ze die dingen er allemaal afhalen, en die bomen zijn sterker, dan wil ik dit gedeelte wel eens in de gaten gaan houden. En vooral, hoe snel groeit het? Heel erg interessant, die dingen. Ik heb deze dingen trouwens nog nooit bij een soort van, ja, bouwmarkt wil ik niet zeggen, gezien dat ze die dingen verkopen. Zal eens eventjes kijken, misschien een van de boerenwinkel of zo. Dat ze die dingen daar verkopen, geen idee. Dit ziet er ook wel vet uit. En je ziet het ook, dit wat eigenlijk omgeknakt is, wat ja, gewoon door de storm is omgewaaid, dat groeit nog gewoon door. De wortels zitten nog half in de grond. Wow, deze hele vette groene kleur. Ja hoor, bingo, raak. Kijk hier. Een hele dikke wildwurzel uit het bos. Het laatste moment zien we hem. Dus hier loopt wel degelijk wat. Dus wat ik, ja, ik 100% gelijk. Kijk, het loopt natuurlijk hier zo in en dan gaat het daar het veld op. Want daar zie je die dingen nog staan. Dus dit is een pad wat blijkbaar heel erg veel belopen wordt. Kijk even hier, hoe dat er doorheen gaat. Dat pad. Hier verdwijnt het bos in. Dus ik heb het idee, als je hier zo gaat staan op deze open plek, dat hier echt wel wat zit. En dit is een wildwurzel die volgens mij behoorlijk vaak gebruikt wordt. Want dit is het normale looppad voor de mensen. En als je goed kijkt, de dieren maken er meer gebruik van als de mens, zo te zien. Ja, dan zitten ze hier ergens in het hele donkere stuk. En ik heb het nog niet gezegd. Of ik hoor de gekraak hierachter ergens vandaan komen. Hier achter deze struiken. Ik schat zo waar die boom is daarachter. Dat het geluid daar ongeveer vandaan kwam. Het is een heel vet stuk hier. Kijk goed naar deze camo. Ja, ja, raak. Tweede keer. Op de exactzelfde plek. Nee, kut. Nee. Oh shit. Het is in de zwijn niet pal voor me. Oh nee, nog hoop ik niet dat hij oversteekt. Er zit een zwijntje pal voor me. Oh, ik weet niet wat ik nou moet doen. Ik hoorde eentje daar wegschieten, die is nu weg. Maar het geblaas hoorde net. En hij zit hier nog steeds. Ja, ik weet dat ze jongen hebben, dus ik blijf hier stilstaan. Nou hoop ik niet dat ik achter me wat hoor, dat die jongen daar zitten. Oké, het is nou stil. Zo is als een vlindertje die. Ik vertrouw het helemaal niet, hij zit hier nog. Ik hoorde zijn geblaas, hij zat voor deze boom hier. Hij zat hier pal achter. Waar is die nu? Ik zie.
Ik zie niks. Hij is natuurlijk weggeschoten. Hij blijft tot het laatste moment blijft hij liggen. Ja, ik zie zijn lichtplek. Oh, wacht. Hij kan natuurlijk ook nog achter die takken zitten. Ik vertrouw het niet. Ik ga heel langzaam. Kijk. En hier. Dit stuk ga ik even in de gaten houden. Yo, ik weet niet hoe dichtbij die geweest moet zijn. Maar ik hoorde zijn geblaas, hoorde ik. Ik hoorde echt zo. Hoorde ik twee keer. Ik weet niet of de camera dit gepakt heeft. Maar hij zat dus voor die boom nog. Ja, ik ga niet kijken. Ik weet niet of hij daar nog zit als hij zich rustig houdt. Het kan zijn dat hij misschien met de biggen dat... Nee, dat kan niet. Zouden ze zich dan zo stilhouden? Ja, als ze misschien hele jongen hebben, dan misschien. En ik heb hier wat weg horen schieten. In dit stuk. Oh, dit is echt sneaky dat die beesten zo dichtbij zitten. Maar dat snap ik niet. Horen ze hier dan niet aankomen of zo? Ja, ik kom uit iets lager. Wow, ik vertrouw het hier eigenlijk helemaal niet. Dit is echt spannend. Ja, kijk, je ziet echt allemaal sporen. Oh, ik hoorde weer wat. Dit is een heel sneaky bos, hoe ze zich hier verschuilen. Oké, wij lopen het pad even door. Nee, ik dacht dat er haren lagen. Kijk hier. Allemaal die dichte stukken. Daar verschuilen ze zich blijkbaar tussen. Wow, dat was even schrikken. Ik wil nu eigenlijk teruggaan, jullie de plek laten zien, maar ik heb geen 100% garantie dat dat beest nu weg is. Ik hoorde geblaas, toen hoorde ik daar wat wegschieten. En dat kan niet, want als je geblaasd hoort en 2 seconden later helemaal daar, dat lijkt... Nee. Oh, ik hoor wat. Wat is dit? Oké, dit schoot wat weg. Even laag bij de grond gaan zitten. Hij zit er nog steeds. Die vogel slaat ook al alarm, dus die heeft hem van boven gezien. Hij zit hier nog steeds. Ja, en als de andere roedel daar zit, ik hoor voor de rest niks. Het is heel stil. Ja, ik vertrouw deze hele plek niet. Ik ga weg hier. Ik heb geen zin dat dat ding opeens het bos uit komt stormen. Hier ook. Allemaal sporen. Kijk, en zelfs rondom deze dingen hebben ze geprobeerd te woelen. Kijk, ze hebben het letterlijk opengewoeld helemaal. En dan weet ik niet, kijk, die staat scheef, dus daar zullen ze wat tegen aangestoten hebben. Hé, de hele bamboestok is eruit. Oh nee, dit is de achterkant, denk ik. Nee, dit is de achterkant. Oh, dit is een heel sneaky bos met die hele lage beschutting waar ze ook allemaal tussendoor kunnen lopen. Wauw. Je verwacht het niet, hè? Opeens hoor je... Ik stond hier en dan waar die tak was, waarschijnlijk dichterbij nog hoorde je geblaas. Maar het zat verscholen. Dus het ziet mij, het blaast en... Wauw. Echt gewoon het laatste moment, jongens. En zo zie je maar weer, zo gauw je rustig blijft staan, gebeurt er eigenlijk niks. Maar ik heb dat wel eens gehoord dat je hele heftige bewegingen opeens gaat maken. Ja, dan kunnen ze waarschijnlijk ineens aanvallen, ik weet het niet. Maar dit was best wel sneaky. Aan de ene kant is het goed dat je tegen een camera loopt te praten. Maar als je dan een keer niet tegen de camera praat, of zacht of weinig, dan zit er letterlijk eentje voor je. Oeh, dat was wel even schrikken. Want je weet niet of het een klein kolosje is, of gewoon zo'n ding die je gewoon letterlijk zo'n boom in een keer omblaast, weet je. Dat weet je eigenlijk nooit. Maar zo aan het geblaas te horen was het gewoon een redelijk zwijntje. Laten we het daar maar op houden. Wauw. Maar misschien wil ik hem ook wel helemaal niet zien. Wauw. Even kijken. En ook hier heel duidelijk. Allemaal aangetast, zeg maar. Even kijken. Normaal ruik je die beesten, maar dit was gewoon eentje die zat heel sneaky. Wat is dit hier? Oh ja, oh kijk hier. Kijk. Dit vertrouw ik al niet. Zie je die hele rand daar? En kijk even naar die beschutting daar. Dat zwarte gedeelte daar. Ik heb het idee dat het hier helemaal vol zit met zwijnen. Ik hoop dat ik het thuis op de camera hoor dat dat beest aan het blazen is. Ik zat weer vast in een tak.
Ja, en meestal, nu merkt hij ook dat ik weg ben. Dan kan het zijn dat hij nou zijn dekking uitkomt, zijn schuilplaats. Om te kijken of er misschien iets van het te eten valt of weet ik veel wat. Ik weet het niet. Aan de ene kant wil ik heel graag terug, maar ik weet niet waar die heen is. Ik heb hem die kant heen horen lopen. En het kan nu zijn dat hij een beetje aan het tollen is en weer terug is. En als ik dan daarheen loop, loopt hij misschien van precies de andere kant over het pad heen. Dus ik ga dat risico niet nemen. Ik heb wel eens van die films gezien van die jagers. Daar worden ze door honden opgevoerd. En dan is het de laatste seconde stormen ze het bos uit. En dan zie je echt die jager echt in een milliseconde reageren. Oh ja, hij moet wel. Wow. Kijk, en dit ook. Deze hele vette rand. Kijk, als die beesten daar nu staan. Bij de tak daar. Ja, dan ben ik niet zo bang, zeg maar. Maar als een geblaas gewoon vanaf deze afstand van die tak komt. Wauw. Dat was wel even schrikken. Ik weet niet. Het was een beetje. Ik werd helemaal overrompeld eigenlijk. Kijk, dit hier ook. Dit is echt ideaal voor het zwijnenbos. Weet je wat ik doe? Op de een of andere manier wil ik hier zo snel mogelijk uit. Ik weet niet hoeveel hier nog zit. En dit was een hele sneaky. Ik weet niet of ik hem wakker gemaakt heb of zo. Ik denk het haast al niet, maar... Wow. Maar je hoort ook echt dat ze, als jij er langs loopt, dat ze toch iets van een geluid maken. Dat ze weten van, hé, ik ben er. Huh? Van kijk uit. Maar ze laten zich niet zien. Maar ik kan me haast ook niet voorstellen dat als daar een zwijn gelegen heeft, dat die ene weggerend is en die andere op de grond is blijven liggen. Ja, het zou kunnen, ik weet het niet. Normaal zou je zeggen, het zwijn is een vluchtdier, maar als deze gewoon blijft liggen. Ik weet wel, als ze gewond zijn, dan moet je echt gaan uitkijken. En dan gaan ze meestal voor hun leven vechten. Hé. Ja, kijk, weer raak. Je ruikt het nog niet of je bent net langs een wildwissel gelopen. Wauw. Oké, verder. En dit is altijd heel sneaky, want die test heb ik vroeger ook een keer gedaan. Als je bijvoorbeeld bij zo'n soort camping zit...